Yo, kijkers van Kwartier Garandeerd, dit is weer een gloednieuwe Mindtopia video. En vandaag ben ik hier met... Frank. Hoi. Waar ben ik? Ik denk in de kantine van de brandweer. Vet. En wat gaan we vandaag doen? Nou, ik hoop dat we een brandje gaan tegenkomen. Nou. Dat we even kunnen blussen. Ja, hopen, hè, dat is dan weer... Ja, dat is een beetje... Ja, oké. Okay. Je snapt wat ik bedoel. Wat nou als er nu opeens een melding komt? Ja, ik ben één keer eens mee met de brandweer gegaan, maar wat moet ik nu precies doen? Nou, ik heb sowieso al eerst eens even een setje voor jou. Oh. Kun je al aantrekken. Wow. Echt speciaal. Brandweer chestplatuur. Oh, lekker man. En trouwens, kijk met mijn Frankenstein helmet. Ik word er bang van. Heel veel mensen vluchten van de brandweer. Oh, dat moeten we nou net wel niet hebben. Sorry, masker, je moet even af. Wat moet ik nu precies doen als er een melding is? Nou, als er een melding is, dan is het snelst om hiermee naar beneden te glijden, natuurlijk met de paal. Nee. En dan gaan we naar onze auto, naar onze dienstwagen en dan rijden we erheen. Waar het dan ook mag zijn. Aha. Wow, hier, hoeveel brandweermannen zijn er? Want ik heb nog niet echt een brandweerman in Mindtopia gezien, zeg maar. Nee, die zie je niet zo heel veel, nee. Maar nou ja, zo te zien zijn er 4 en dan vandaag wij 2 erbij, dus 6. Oké, dat is wel goed. En ben jij dan de hoofdleider van de brandweer? Ja, voor vandaag ben ik jouw hoofdleider, ja. Jee, jij bent ook de enige, zeg maar. Ik ben de enige. Ja. Hier, heb je een gouden appel, alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Ik eet er ook even in. Zo. We moeten even wachten op een melding, denk ik. Ja. We zien jullie als er een melding is. Oh. Ik heb hier net koffie gedronken. Ik krijg er keihard een scheid van. Ja, ik ook. Ja, man. Dat is het alarm, we moeten gaan, hè, u? Ja, ik hoorde het. Rustig blijven. Zo, ja, snel, weg. Hier, naar rechts. Oh, oké. Ik heb mijn hele vitaminepil nog niet eens ingenomen. Ja. Rijden! Oh, gelukkig heb ik mijn setje al aan. Oh mijn god. Snel! In onze roze auto. Wat je moet inbeelden als een brandweer. Ja, dat is het nieuwe brandweerautomodel. Ja. Hij rijdt alleen niet zo snel. Ja, ik zie het. Oh, ja. Volgens mij is lopend nog sneller. Ja, denk ik toch. Maar ja, als we lopen, dan hebben we natuurlijk niet zulke mooie zwaarlichten erop, dus... Ja, dan is het geen prio 1, maar prio 4. Dus koffiepauze. Frank zit ook gewoon lekker naar zijn stuur te kijken in plaats van naar de weg. Ja, ik zit te kijken op mijn schermpje, maar ik krijg wat meer info binnen over de brand. Er zijn nog mensen in het pand namelijk, die we moeten redden ook. En we moeten nog wat brand... En het vuur moeten we ook nog uitmaken, dus... Even kijken, het is hier al. Het is in het ziekenhuis. Oh mijn god, het ziekenhuis. Dan zijn er heel veel mensen, denk ik. Of mensen zijn... Ja, er staat dat er nog een paar mensen maar binnen zijn. De rest is al geëvacueerd. Ja, jemig. Dit is zeg maar echt een hele grote brand. Kijk die rook. Oh god. Ga even naar de andere kant, want daar kunnen we er beter bij. Ja, want ik denk dat via de enige ingang... Nee. Oh mijn god. Oh, wat een ravage. Het is afgezet, maar door wie? Ja, er zijn al collega's van ons. Kijk, ze staan er al te blussen. Oh ja. Oh mijn god, kijk die brand. Oh, nu wordt het wel heel warm. Je hebt je duikfles al aan? Voor het zuurstof? Ja. Zo. Ja, dan moeten we even de persoon gaan vinden. Ik neem aan dat we niet recht door het vuur gaan. Ja, Oh mijn god.
Oh mijn god. Oh, dit is zo warm. Ja, ik stik bijna. Ja, dat weer. Oh, even kijken. Als je kijkt uit dat je hier niet in valt. Ja, als die hier staat, dan doe ik helemaal in de fik. Zo. Snel doorrennen voordat het instort. Ja, we moeten even een weg omhoog vinden om haar te redden. Ja, want, de lift werkt natuurlijk niet bij brand. Oh. Ja, zeg maar, het dak staat ook in de fik en dat is voor hun de vloer. Dus dat kan heel makkelijk instorten. Dus we moeten echt snel, want anders vallen de doden. En dat willen we niet. Oh mijn god. Oh ja, je hebt een ladder bij, dat is wel handig. Ja, breek het dak, zou ik zeggen, ja. Oh mijn god. Het duurt even, het is hard hout. Ja, en daarboven zit nog één. Dat is gewoon een vloer. Een brandwonde. Ik kom snel. Oh, dat is echt warm. Oh, je ziet het rook al door de plank heen komen. Oh! Oh mijn god, ah, dat is warm. Ja, nog een plafond breken. Kom er dichterbij. Ja, maar waarom hebben ze hier geen brandtrap? Dat is helemaal onhandig. Ja, in een ziekenhuis zou je dat toch wel verwachten? Ja. Ik zie daar een naam. Ja, ik zie ook een naam. Ja, dat is... Wie is het? Melissa is het. Melissa? Ja. Ah, help! Ja, we komen eraan, Ja, Melissa. Ik hoor haar. Oh mijn god, snel. Het is hier zo warm. Oh, het is... Ah, dit is warm, brand. Ah. Zo, want hierboven is het nog erger. Oh mijn god, ja. Waar zit ze? Kan jij het zien? Hier is helemaal boven. Ja, hier is een trap. Maar is het doet pijn. Om deze trap op te gaan? Eigenlijk niet, maar we moeten zo snel mogelijk daar, anders stopt het hele... We zijn er bijna, Melissa. Oh mijn god. Auw. Oh, pas op, pas op. Ik heb wel outfits aan voor de brandweer. Moet hij snel weg, anders dan straks stort het in. Auw, 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 auw. Auw, 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 help, help. Ik ga rollen over de grond. Auw, oh my god. Rol over de grond. Ik til je op. Ja, oké. Auw. Oké. Oh mijn god, ik ga bijna... Ben je in staat om hier naar het dak te gaan? Denk je, of is dat te hoog? Ik denk dat het op dit moment te hoog is. Ik kan hier een ladder maken voor je. Ja, langzaam en voorzichtig. Hè. Pas op voor het dak, want dat kan echt ieder moment instorten. Ja, daarom. Waar zijn jullie? Hier. Oh, daar. Hier. Au. Oh, gaat het, mevrouw? Oh, ik heb zoveel pijn. Heeft u enige pijn? Oh, alles. Alles. Kunt u dit wel aan? Ik vang u op. Oh, ja, zo. Waar doet het meeste pijn, mevrouw? In mijn been. Ah, oké. Dan tellen we u wel op. Oh. Ja, we moeten even naar een ander ziekenhuis op zoek, natuurlijk. Oké, ik zal hier een ladder voor ons maken. Alles geblust? Nee, we kunnen het niet blussen. Dit is te groot. We moeten eerst iedereen evacueren, anders... mensen levens gaan voor. Waren er verder nog mensen, Melissa? Ik heb verder niemand gezien. Ik heb wel een paar mensen van het dak zien springen, maar heb ik verder niet... Zijn die opgevangen? Ik heb geen idee. Kon ik net niet zien. Niet dat die dood zijn. Oké, kom maar naar beneden. Er zit een kleine gat in de ladder. Goed. Ja. Gaat goed. Of via het boompje zo. Frank. Ja. Maar wat nu als die dood zijn gevallen? Ja, ik hoop dat onze collega's vooraan die hebben opgevangen met de trampoline, anders dan weet ik het ook niet. Ik hoop het. Ja, of met het vangnet. Dat weet ik niet. Ik moet haar even naar het dichtbijzijnde ziekenhuis brengen. Ja, ik heb u opgeteld, dus het komt goed, mevrouw. Oh mijn god, dat was echt heftig, jongen. Heb je collega's het onder controle? Want het is wel een grote brand. Ik kom niet eens uit mijn woorden, joh. Ja, ik hoorde van wel, maar kijk dan, dat hele gebouw is zwart, joh. Ja. Echt niet normaal.
Au. Want als dat dadelijk instort, dan hebben we eigenlijk een probleem. En dan hebben we inderdaad een heel groot probleem, ja. Ik denk dat we naar Cosmopolitan moeten. Want er zitten ook allemaal chemische stoffen in dat gebouw. Heeft u rook ingeademd, mevrouw? Ik denk het wel. Je denkt het wel? Ik denk, ja, ik weet het niet meer. Ik voel een beetje heel lichtjes. We moeten echt opschieten. Mevrouw. Je hebt water nodig. Mevrouw. Oh, dank je. Doe dit op. Kunt u beter ademhalen. Moet je over je hoofd heen tillen? Ja. Dat gaat het makkelijkst, want via om... Ja, je kan er ook instappen, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ja, dat werkt er niet. Dat is misschien wat makkelijker. Gaat ademhalen nu beter, mevrouw? Het gaat een stukje beter. Het doet iets minder pijn ook. Oké, we gaan daar hierheen. Oh, ja, je ruikt het hier wel, joh. Volgens mij staat de wind deze kant. Dat is echt zo. Wat zou je dan doen? Kijk! Oh, kunnen we hier zijn hier mensen? Kunnen we jou hier ergens verplegen? Ja, okay. Je beenpijn, ja. Ja, we hebben hulp nodig. Goed. Oh, ja. Oh, hij gaat me helpen. Oké. Okay. Kunnen jullie verder met blussen? We moeten verder met blussen. Oh, wat fijn dat die mensen kunnen helpen. Dat het niet overslaat naar de car dealer, pas op. Frank. Ja. Er zijn misschien ook andere mensen in het gebouw, wie weet. Ja, daarom, we moeten er weer snel op terug heen. Maar nu, we gaan wel even met de metro, want dan hopen. Ik ga een vitaminepillen nemen. Ja. Zo, 103 vetheid. De metro rijdt hopelijk wat sneller dan dat wij lopen, dus dan hier ziekenhuis, hier is het. Oké, zo, rennen. Oh nee. Oh mijn god, het hele gebouw is zwart, joh. Heb je nog een zuurstofmasker, of niet? Nee, dat heeft die vrouw. Maar ik hou het wel vol. Oké. Okay. Zoveel mogelijk uitdoven. Oh mijn god, heb je wel genoeg water? Ik heb een deur. Oh, wat een brand, joh. Ik heb een deur meegenomen. Een deur meegenomen? Ja. Laat vuur ermee uit. Frank. Ja? Ik zou het eerst bovenuit maken, weet je zo. Nou? Als boven mensen zitten, dan branden die één voor één af. Oh mijn god, we zijn nog niet eens op 10%. Maar kom, we gaan dan wel even naar boven. Pas op dat je hier niet invalt weer. Ja. Dat is babykamer, ligt hier een baby. Oh nee. Nee. Gaat die brandweerauto ook nog iets doen, denk ik. God. Dit is volgens mij wel echt een hele grote melding. Want kijk hoe groot het vuur al is. Oh. Lijkt net alsof er gewoon geen einde aankomt, joh. Jij hebt nog een zuurstoftank, maar ik heb helemaal niks. Niks meer. Oh, ik zie trouwens dat ik nog een duikfles heb. Ik heb nog een reserve voor je. Oh, mag ik die dan hebben? Want bedankt. Zo. Oh, we moeten echt zoveel mogelijk uitslaan. Ja, vooral bij de kisten en zo. Want zeg maar, als één vlam erbij komt, ja, dan boem. Ja, precies. Ja, die brandweerauto is ook al flink aan het blussen, hoor ik nu op de achtergrond. Dus ja. Dat deed pijn. Ja. Maar dit is ook letterlijk een tweede keer. En dan zo'n grote melding. Hoe komen we hieruit? Dit gebouw valt niet meer te redden, joh. Ik weet niet hoe dat we hieruit... Oké, kom snel. Dit gebouw valt echt niet meer te redden, hoor. Sorry dat ik het zeg. Ja, kijk dan. Nee, maar we moeten het wel zo snel mogelijk uitmaken, voordat ook dat gebouw hiernaast overslaat. Ja, dit is toch de car dealer? Ja. Ja, kijk. Oh ja, de brandweerauto is bezig. Kijk.
Ja. Oh, het wordt al gedoopt een beetje. Gaat de goede kant op, Duur. Je bent lekker bezig. Ja. Pas op dat je niet geraakt wordt door zo'n brandweerspuit. Want die kan heel hard aankomen. Oh, pas op. Zo. Ja, misschien moeten wij even die toren in. Kijk. Ja, ik volg je. Nee, zo te zien breidt het vuur zich niet meer uit, dus nou, het vuur komt nog steeds door de planken door. Oh. Oh god, het ziet er toch niet goed uit. Wat moeten we nou? Door het water klimmen. Dat water begint wel een beetje te doven, heb ik het idee. Het is wel lekker. Alles met de hand zo uit. Oh, pas op. Ah. Warm. Er zit er overal al water. Ja! Kijk, het vuur dooft. Ja. Is het... Het is hier allemaal gedoofd door die brand? Wat? Ja, maar de rook niet. Misschien die toren nog niet. We moeten echt snel kijken of dat het wel is gelukt. Moeten we daar nog mensen helpen? Daar. Frank. Hier is Frank. Ja, hier brandt het nog wel een beetje soms. Om te zien, is het gedoofd? Ik ga even helemaal op het dak kijken. Ja, pas op, hè, want dat stort in. Het hangt nergens meer aan. Ja, ik pas op. Het hele gebouw is zwart. Wat? Frank, het is veilig, maar kijk uit. Ligt het naar mij of... is het nog steeds warm? Ja, het is echt heel warm inderdaad. Niet dat het weer aan. Kijk die rookwolken boven ons, joh. Gaan die nog weg, joh? Ah. We moeten echt snel van dit gebouw af, Duur. Oh ja, snel. Die ladder is tenminste niet afgebrand. Ah. Kijk uit, de ladder is echt heet. Ah. Ja, kan ik? Ja. Oké. Okay. De ladders zijn echt heet. Ah. Niet door het bosje heen. Hoe is het in een fik gevlogen? Ja, ik weet het ook niet. Kijk, dat gebouw, dat is helemaal zwart. Oh, de rook is al opgeklaard grotendeels. Ja, ja, volgens mij is het uit, Tuur. Maar weet je wat het alleen is? Dit gebouw moet helemaal plat worden gegooid. Ja. Want dit is echt op instorten na. Ja, dit is echt niet normaal. Oh, wacht, als het instort, moet snel even naar de auto anders. Ja, want die staat er nog. Dan gaan we maar terug naar het bureau, denk ik, want... Maar die lijnen moeten echt uitgezet worden, want als het nu instort, dan komen die bakstenen gewoon tegen anderen zijn huis aan. Wat? Kijk dit. Er zijn ook echt superveel ramen gesprongen. Ja, dat sowieso. Ah, ik zat erin. Oh, ligt dat aan mij of doen je schouders pijn? Ah. Snel terug naar het bureau. Naar het bureau, wat zeg ik? Naar de kazerne. Dit was gewoon mijn tweede keer en gelijk heb ik een grote melding. De vorige keer was het een kleine woningbrand. Ja, dit keer was het een grote ziekenhuisbrand. Nee, dat maak je echt niet zo vaak mee. Wat heel fout kan aflopen. Oh. Gelukkig is de brand uit. Daar zijn we natuurlijk voor. Ah, ja, zo, we zijn weer terug. Inparkeren. Zo. Zo. Hier heb je ook even een appeltje voor de dood. Ah, dankjewel. Zo, snel naar binnen. Wat een bloeihete pak uit. Zo. Ja, en ik wil geen koffie, want dan krijg ik weer harde stront. Ja, zo. Dat is lekker. Ja, dankjewel.
alsjeblieft. Ja, dat was me wel een dagje. Ja, dit is echt geen baan voor mij. Of vind jij dat wel? Nou, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan vandaag. We hebben toch iemand gered en we hebben het... Ik vond het wel leuk, maar heftig. Ja, het is heel heftig, ja. Ja, je ziet hele heftige dingen, ja. Ja, want als wij dan niet waren, was die vrouw daar boven dood gegaan. Ja. Ik hoop dat die zit nu veilig bij de gemeente. Ja. Ja, ik hoop dat het snel, het snel beter gaat met die vrouw. Maar ik wil jou eigenlijk bedanken dat ik weer een dagje mocht meelopen. Geen probleem. Nou, bedankt voor het kijken. Like deze video maar even, want anders, als wij dan niet waren, was die vrouw gewoon doodgegaan. En abonneer ook even. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!